Welkom in de studio. Vanaf vandaag geldt ook de mondmaskerplicht in de lagere scholen. Dus vanaf 6 jaar het mondmaskertje op. In zoverre natuurlijk dat er in die scholen nog fysiek contactonderwijs is. Indien nodig kunnen scholen zelf beslissen om over te schakelen op dat digitaal afstandonderwijs. Nu, leerlingen die van thuis uit les volgen, die hebben natuurlijk nood aan goed materiaal, een laptop en wifi. En daarover werd hier ook een vraag gesteld door Hilal Jalsi van CD&V. Welkom in de studio. Dag. Ja, mevrouw, over dat digitaal onderwijs. Laat ons beginnen bij het begin. Er is wel afgesproken in het overlegcomité dat de scholen in principe open blijven. Er is niet één maatregel die zegt alle scholen moeten dicht, ook al vroegen sommige virologen daar wel om, de blok erop. Klopt volledig. Dus het is inderdaad denk ik de wil van heel veel mensen om de scholen maximaal open te houden. Omdat natuurlijk de school niet kan, omdat je door digitaal onderwijs de school niet kan vervangen. Een school blijft een omgeving waar dat pedagogisch gezien de leerling het meest aan heeft. Je hebt een leerkracht voor je. Er zijn ook een aantal dingen die natuurlijk niet via digitaal onderwijs kan overgemaakt worden. En die dingen zijn van cruciaal belang om van goed onderwijs te kunnen genieten. Ja, want er zijn pedagogische effecten. Dan hebben we het nog niet over het materiaal waar we het zo meteen over hebben, maar van thuis uit onderwijs volgen. Is niet voor alle kinderen evident. Het blijkt ook dat de sterke leerlingen er minder last van hebben, dus een stukje sterker worden. Maar wie in de klas al een stukje achterstand had of niet goed kon volgen, die ziet zich nog meer achteruitgeslagen als hij dat wekenlang van thuis moet doen. Dat is ook logisch natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar onze samenleving, heb je natuurlijk een groep jongere kinderen die het inderdaad vrij goed doen. Hè. Die inderdaad ook volledig omgeven zijn door dat materiaal, hè, door laptops, door tabletten thuis, die ook daarmee opgroeien. Of die ouders hebben die goed kunnen begeleiden. Uiteraard. Zijn in wiskunde en in Frans en in geschiedenis. Tuurlijk, dat speelt allemaal een rol. Maar je hebt daarnaast ook een hele groep kwetsbare kinderen die helaas niet het materiaal bijvoorbeeld in huis hebben, die geen ouders hebben die hen op weg kunnen helpen, die daar niet mee vertrouwd zijn met dat materiaal. En dat is toch ook een hele belangrijke groep die we niet uit het oog mogen verliezen. Want door alle druk die er op het moment in het onderwijs is, ook gewoon binnen het regulier onderwijs, bij het contactonderwijs, waarbij dat je bijvoorbeeld ook al uitval van leerkrachten en dergelijke meer hebt, is het natuurlijk van belang om zeker die kwetsbare groep mee te kunnen nemen en ook mee te kunnen houden in ons onderwijs. Ja, want die dreigen voor een tweede keer uit de boot te vallen. Nu over het digitaal onderwijs. Het is nu goed een jaar geleden, december vorig jaar, zei onderwijsminister Ben Weitz erover. Er komt een laptop voor elke leerling vanaf het vijfde leerjaar. Er werd ook een budget voor vrijgemaakt. Wat is daar nu juist van aan en wat gebeurt er met die, wat was het, 365 miljoen euro? Hoe zit dat nu? Ja, 385 miljoen heeft de minister zojuist ook bevestigd. En daar ging mijn vraag inderdaad ook over. Hè, van, er is een budget vrijgemaakt. Hoe ver staan we daar nu mee? De minister heeft vorig jaar ook duidelijk gemaakt dat het een budget van 385 miljoen was dat over 2 schooljaren verspreid zou zijn. Hij heeft daarnet in zijn antwoord naar mij ook heel duidelijk gesteld dat de eerste schijf uitbetaald is in mei 2021, dus dit jaar, en dat de uitrol daarvan bezig is. En er wordt een bepaalde parameter gehanteerd waarbij dat in het basisonderwijs een 200-tal euro wordt vrijgemaakt per leerling en een 500-tal euro voor een leerling in het secundair onderwijs. Ja, dus die idee dat het eenvoudigweg voor elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een laptop is, dat is het eigenlijk niet. Het gaat over een digitalisering van het onderwijs. En we zijn daarmee bezig. Ja, en dat is natuurlijk, we hebben een achterstand. Hè, en we, met deze digisprong is natuurlijk de bedoeling om inderdaad die digitaliseringsgolf in ons onderwijs goed te doen slagen. De leerlingen voorzien van een laptop, maar daarnaast inderdaad ook een ICT-beleid op school te kunnen realiseren. Ook leerkrachten te kunnen vormen, dat ook in een les mee opgenomen kan worden. En dat als didactisch instrument ook gebruikt kan worden natuurlijk in elke klas. Ja, het debat hier ging ook over CO2-meters in de klas, over de boosterplik voor leerkrachten. Het gaat wat alle kanten op. Nu, Ben Weitz kreeg lang van vriend en vijand lof dat hij zo zijn best deed om het openhouden van die scholen te garanderen. Ze bleven ook bij ons in Vlaanderen langer open dan in buitenlanden bijvoorbeeld. Maar nu krijgt hij wind tegen. Oppositie zegt bijvoorbeeld, je had moeten voorzien in voldoende CO2-meters. Maar hij zegt, er zijn CO2-meters. Hoe zit het nu juist? Ja. Er zijn natuurlijk middelen vrijgemaakt voor die CO2-meters. De minister heeft daarnet gezegd, er zijn CO2-meters. Maar ik zou eigenlijk wel een stapje verder willen gaan. Die CO2-meters in een klas plaatsen, dat kan, dat gebeurt. Wat merken we dan? Je krijgt dan een bepaald
een bepaald cijfer wat aangeeft of het wel of niet oké is met de luchtkwaliteit. Laten we stellen dat het niet in orde is. Wat moet je dan doen als leerkracht? Het venster openzetten en de klas eventueel in een andere ruimte gaan nemen. Nu, daar lossen we het probleem natuurlijk niet mee op. En vandaar ook dat de vraag voor een luchtbehandelingsplan natuurlijk wat luider klinkt vandaag. Er zijn ook heel veel wetenschappelijke onderzoeken die inderdaad aangeven van corona verspreidt zich via aerosolen. Dus een luchtreinigingsinstallatie waarbij dat we die slechte aerosolen uit de lucht kunnen halen en waarbij dat die leerlingen in de klas kunnen blijven zitten zonder het venster open te zetten, ja, dat is een win-win situatie. Ja, maar als we nu nog niet in slagen om elke klas uit te rusten met een CO2-meter, ja, laat staan dan een luchtreinigingsinstallatie? Ja, ik denk dat het op korte termijn misschien wel een grotere kost zal zijn. Ja. Maar ik denk dat je dat zeker terugverdient als je kijkt naar heel het domein, uitval van leerkrachten, uitval van leerlingen, de leerachterstand, dan denk ik dat je dat heel snel hebt terugverdiend als je effectief inzet op het zuiveren van de lucht in de klaslokalen. En misschien bij uitbreiding ook mogelijk naar andere afgesloten ruimtes. Denk maar aan woonzorgcentra, aan kinderopvanglocaties. Dus ik denk, indien dit een geslaagd project zou kunnen zijn, want er zijn een aantal projecten die lopende zijn. Pilootprojecten, hè? In Limburg. In Limburg zijn er bijvoorbeeld inderdaad een aantal pilootprojecten onder leiding van professor Blokken, momenteel gestart in Bilze, maar ook Kinrooi gaat daaraan meedoen, om inderdaad te kijken hoe loopt dat. Ze gaan die metingen doen om te kijken inderdaad van kunnen we die lucht op deze manier zuiveren. En ik denk als dat resultaat positief is, overwegend positief, dat we daar zeker eens heel duidelijk naar moeten kunnen kijken en in de diepte ook moeten kunnen kijken of dat het inderdaad toepasbaar zou zijn in ons onderwijs. Het zal werk aan de winkel zijn. In moderne kantoor- en bedrijfsgebouwen bijvoorbeeld heb je een modern ventilatiesysteem dat zowel koelt, verwarmt als de lucht zuivert. De helft van onze schoolgebouwen in Vlaanderen dateert van voor de jaren 50, zijn een erfenis van vorige eeuw, dus dat wordt een werf. Hè. Dat wordt een hele werf, inderdaad. Maar om een bruggetje te maken bijvoorbeeld naar onze scholenbouw. Hè. Vandaag staat ook de decreet voor de scholenbouw, het DBFM-decreet, ook op de agenda, waarbij dat inderdaad ook de luchtventilatie een belangrijk item is. In nieuwbouw is dat inderdaad iets gemakkelijker te realiseren, maar er is nog werk aan de winkel. Ik denk dat heel duidelijk is. Ja. Iets helemaal anders om bij af te ronden. Deze week viert dit Vlaams parlement zijn 50ste verjaardag, 7 december 1971, vergadering van de, of installatie van de Cultuurraad, of de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Goed en wel, jullie kregen bij het begin van deze zitting het boek cadeau, die geschiedenis van die halve eeuw Vlaamse politiek. U bent heel nieuw in dit parlement. U zit hier sinds september dit jaar. U volgt de Lode Sijsens op. Klopt. Maar meer dan 10 jaar geleden was u al federaal parlementslid. Als u dat zo, die beide parlementen, vergelijkt, hoe anders is dat hier? Want het is toch anders, hè? Het is zeker anders. Dat kan ik absoluut beamen. Ondertussen zal er in de Kamer ook van alles veranderd zijn, want dat is 10 jaar geleden. Ja, ik ben ondertussen ook 10 jaar ouder, natuurlijk. Maar je merkt natuurlijk wel, hetgeen wat het mij opvalt, is door het feit dat je hier één van de landstalen moet hanteren, dat er een veel gemoedelijkere sfeer is dan in de Kamer. Maakt de parlementaire handelingen, werkzaamheden ook natuurlijk een pak gemakkelijker. Vlotter ook. Veel vlotter, vind ik. Veel vlotter. En ook de bevoegdheden natuurlijk hier in het Vlaams parlement leunen veel meer aan bij de persoonlijke leefomgeving van onze Vlamingen dan in de Kamer, waar dat er andere bevoegdheden, uiteraard ook zeer belangrijke bevoegdheden zijn. Dus ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. De taal en de omgang, de gemoedelijkheid hier. Meerderheid en oppositie natuurlijk meegenomen. Aan de andere kant ook het feit dat je hier inderdaad met bevoegdheden hebt te maken die heel, heel kort bij de gewone dagelijkse leefomgeving van onze burgers staat. Ja, en zoals we er net zagen in dit onderwijsdebat, kunnen die debatten ook wel emotioneel zijn of dramatisch soms. Hè? Ja, maar dat is overal. In de Kamer ook. Dat is politiek eigenlijk. Zo gaat dat. Hilal Janssen, zeer bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja.